Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Bij een controle op woonruimtes voor arbeidsmigranten heeft een team van gemeentemedewerkers diverse misstanden geconstateerd. Zo bleek bij 10 van de 14 locaties sprake te zijn van mensen met een arbeidscontract waarin ook de huur van de woonruimte is vastgelegd. Sinds 1 januari mag dat niet meer om misstanden te voorkomen. Op twee locaties bleken ook de identiteitsbewijzen van medewerkers en huurders ingenomen te zijn door de werkgever. Tientallen arbeidsmigranten waren niet ingeschreven in de gemeente, terwijl ze er wel wonen. De betreffende verhuurders moeten nu zorgen dat er én een arbeidscontract is voor elke werknemer en moeten de werknemer tevens een apart huurcontract aanbieden. De gemeente gaat regelmatig controles hierop uitvoeren. Bij het Brandweerkorps van Lage Zwaluwe zoeken ze vrijwilligers om hun team te versterken en hebben contact gezocht met Omroep Drimmelen om hun promotiefilm te delen. Het is natuurlijk van groot belang dat een Brandweerkorps op sterkte blijft. U kunt, als u interesse hebt, deze film bekijken op de Facebookpagina van Omroep Drimmelen. U hebt het wellicht al gezien. Vanaf vrijdag 17 mei draait er een reuzenrad op het terrein van de jachthaven in Drimmelen. Het is een initiatief van een aantal ondernemers in Drimmelen om de haven aan de poort van de Biesbos nog beter op de kaart te zetten. Als u nog een keer wilt genieten van het uitzicht over de haven en de Biesbos, tot 26 mei hebt u daar de gelegenheid voor. Burgemeester Scholse heeft een woning aan de Grientwerkerstraat in Lage Zwaluwe gesloten. Aanleiding hiervoor is de vondst van diverse grondstoffen en verdovende middelen. In de woning is bijna 20 kilo aan grondstoffen aangetroffen voor het vervaardigen van harddrugs, 20.000 euro aan vals geld en 20 gram verdovende middelen. De woning is verzegeld en gesloten voor de duur van drie maanden. Dit soort praktijken zijn onacceptabel en zal ik nooit toestaan, stelt burgemeester Boy Scholze. Naast de maatregelen om het pand te sluiten, vindt er een strafrechtelijk onderzoek plaats met mogelijke vervolging door de politie en het Openbaar Ministerie. Naast de inzet van politie en BOA's zijn ook de zintuigen van inwoners nodig. Dus als u verdachte activiteiten in uw omgeving hoort, ziekt of ruikt. Dan kunt u dit anoniem melden. De gemeente heeft vorige week informatiebrieven verspreid in de buurthuizen Plekzat in Wagenberg en de Zonzeel in Hoge Hierin staat de laatste stand van zaken over de toekomst van beide buurthuizen. De huidige beheerder van de Zonzeel stopt per 1 juli aanstaande. De gemeente Drimmelen is al enige tijd bezig met het zoeken van een geschikte opvolger. De gemeente gaat nu in gesprek met diverse geïnteresseerde partijen die de exploitatie van de zonzeel willen overnemen. Een werkgroep met inwoners uit Wagenberg heeft hard gewerkt aan een plan om plekzat open te houden voor de gemeenschap. Hiervoor is inmiddels de stichting Dorpshuis Pleksat opgericht. Het doel van deze stichting is uiteraard om te zorgen dat ook Pleksat in Wagenberg een ontmoetingsplek blijft voor de hele gemeenschap. Op maandag 27 mei van 7 tot 9 uur s avonds organiseert de Zwaluwse Tennisvereniging een clinic voor tennisliefhebbers, jong en oud. Er is geen tenniservaring vereist. De clinic wordt gehouden op de Groenendijk 16a in Lage Zwaluwen. Deelname is gratis. U kunt zich inschrijven via tennisvereniging.nl. Op 31 mei organiseert Enjoy Sport Club gevestigd aan de Middelmede 30 in Maden, een gezellige Ladies' Night. Dit evenement duurt van half zeven tot tien uur 's avonds. Naast de aanwezigheid van vele interessante shops, wordt er ook een gratis bingo georganiseerd en is er een gratis Zumba-workshop. Je bent van harte welkom en krijgt daarbij een overlekker welkom, welkomstdrankje. Het is echter niet gratis. Een ticket kost 10 euro. Meegekomen kinderen betalen minder. Op woensdag 29 mei wordt in Made een gloednieuwe pumptrackbaan officieel geopend. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Deze nieuwe aanwinst voor liefhebbers van crossfietsen zoals BMX, mountainbikes, stuntstepjes, loopfietsen, skates, longboards, skateboards en sportrolstoelen wordt feestelijk geopend vanaf half zeven tot negen uur s'avonds. U kunt de pumptrackbaan vinden naast het parkeerterrein van voetbalclub Madese Boys aan de Schietberglaan in Maden. Het programma bestaat uit officiële opening, gevolgd door een demo van de Pump Factory en de Flying Devils. Daarna is er nog gelegenheid om mee te doen aan een workshop of om met eigen niet gemotoriseerd materiaal de baan op te gaan. Let op! Het dragen van een helm is verplicht op de pumptrackbaan. Deze week werd door de leerlingen van de groepen 7 van basisscholen De Stuifhoek, Den Duin en Basisschool De Lage Weide het fietsexamen afgelegd. Gerard van Vught, fotograaf bij de gemeente Drimmelen, legde de geslaagden vast op foto. Omroep Drimmelen feliciteert de geslaagden met deze topprestatie. De gemeente heeft de deelnemers na het examen ook gevraagd wat zij moeilijke punten in het examen vonden. Kijk, dan snijdt het mensen aan twee kanten en komen deze moeilijke punten hopelijk ook terug op de politieke agenda. Vrijdagavond 3 mei heeft de Gruidveld Band een jubileumconcert ten gehoor gebracht in de Koer in Terheide. Omroep Drimmelen was hierbij aanwezig om opnames te maken van deze feestelijke avond. Bent u benieuwd hoe deze feestelijke avond muzikaal is verlopen? Deze week vindt u in onze uitzending een beeldverslag. Op donderdag 23 mei en op donderdag 30 mei van 3 tot 4 uur in de middag kunt u het Jubileumconcert 50 jaar Gruitveld Bent op de radio beluisteren via de kanalen van Omroep Drimmelen. Er was de afgelopen periode veel te doen in onze gemeente. Natuurlijk was omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Dit keer kunt u onder meer kijken naar een film van het oude Made uit 1959, een show van Hirundo en een optreden van de Gruidveldband ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en dat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel. Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons ook op ons mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimelen Actueel. Tot dan!